Auto's heb je soorten maten. Een familieauto, een vrachtauto of zo'n echte mooie sportwagen, lekker scheuren. Al deze auto's kun je indelen in bepaalde klassen. En dat kan ook bij sterren. Ja, je kunt sterren ook indelen in bepaalde klassen en dat noemen we sterrenclassificering. En daar gaan we dit keer over hebben, onder andere. Want we gaan eerst kijken hoe al die sterren zijn ontstaan en trouwens nog steeds bezig zijn met ontstaan. Wel, je hebt eerst een immense grote gaswolk. En in zo'n gaswolk zitten, precies, gasatomen. Ja, nog geen moleculen hoor, dat niet. Alleen atomen en dan voornamelijk waterstofatomen. Goed, die atomen die zijn weliswaar ontzettend licht, maar ze hebben wel massa en dus zullen ze elkaar aantrekken. De gravitatiekracht. Door de gravitatiekracht gaan ze naar elkaar toe en op het moment dat ze naar elkaar toe komen, ja, gravitatiecontractie heet dat, ja, zal er energie ontstaan. En energie is, precies, warmte. Dus, gaswolken die gaan naar elkaar toe, ze gaan wat dichter bij elkaar en zo ontstaat een protoster. Ja, een protoster is nog niet een echte ster. Hij geeft nog geen warmte van zichzelf af. Goed, dan heb je dus die waterstofatomen en die gaan naar elkaar toe en iedere keer zullen ze iets sneller naar elkaar toe gaan. Ja, het wordt iedere keer heftiger en heftiger. En tenslotte zal genoeg snelheid, energie zijn om die twee waterstofatomen te laten fuseren tot één heliumatoom. En dan is er kernfusie en dan kan een ster van zichzelf uit energie opwekken. En dan ontstaat er de ster, bijvoorbeeld onze zon. We gaan eerst even kijken naar de diverse klassen van sterren en we kijken eerst even naar de massa van de ster. Eerst de lichtere sterren en onze zon is een van de lichtere sterren en zo'n ster heeft een werktemperatuur van rond de 5800 Kelvin. En zo'n ster die brandt op waterstof, dat is een energiebron. En zoals alles zal energie een keer opraken en ook bij een ster. En als hij nu bezig is met zijn laatste restje brandstof, dan zal hij gaan opzwellen. Opzwellen tot een rode reus. En het is wel verbaaswekkend, want als hij opzwelt, dan daalt zijn temperatuur. Je ziet, nog maar 5000 Kelvin. Nog wel behoorlijk heet, maar het is wel een daling van 800 Kelvin. En sommige sterren, die daaien zelfs nog verder uit bij een rode reus. En die zullen dan ook iets minder in temperatuur worden. Dat. En wat gebeurt er nou als hij echt zijn laatste restje waterstof heeft opgebruikt? Nou, dan gaat hij weer krimpen. Hij krimpt samen omdat er nog steeds een gravitatiecontractie is en hij heeft niet genoeg brandstof om daar nu weerstand aan te bieden. Hij krimpt en hij krimpt totdat hij een omvang heeft van ongeveer onze aarde. Omdat hij zich zo samenbalt, zal wel de temperatuur ontzettend stijgen. Ja, je ziet hier een vreselijk grote temperatuur van 1 miljoen Kelvin. Het samengaan komt dus door die gravitatiecontractie en een ster die tot deze omvang terugvalt, noemen we een witte dwerg. Wit spreekt voor zichzelf en dwerg. Nou, vergeleken met andere sterren is het inderdaad een dwerg. We gaan verder met wat zwaardere sterren. Anderhalf of meer de massa van onze zon. Nou, wat gebeurt er dan? Het lijkt dat het ongeveer hetzelfde gebeurt. Ja, ster, 5800 Kelvin, het laatste restje waterstof raakt op. Dan komt het als een rode reus, maar omdat hij wat groter is, wordt het een superrode reus. Ja, dus dan gaat hij weer, ja, 5000 of 4500 Kelvin, behoorlijk groot dus. En omdat hij behoorlijk groot is, en als het dan echt op is met de waterstof, dan zal hij dus ineen storten. Maar omdat hij zo groot was, stort hij ontzettend ineen en betekent dat de temperatuur nog hoger wordt. En als het nog hoger wordt, dan kunnen er een nieuwe kernfusie
reacties ontstaan in zo'n ster. En wat er dan gebeurt is dat er een explosie volgt. En een explosie van dit formaat, dat noemen we een supernova. Supernova is het exploderen van de ineengeklapte ster. Oké, eventjes een schema met alles erin. We beginnen met een gaswolk. In een gaswolk zal dus door gravitatiecontractie een ster kunnen ontstaan. En even simpelweg, het kan of een lichte ster zijn of een zware ster. De lichte ster die zal, als de brandstof bijna op is, opzwellen tot een rode reus. En als de brandstof echt helemaal op is, dan zal de rode reus ineenklappen tot een witte dwerg. Een zware ster die zal ook opzwellen als de brandstof bijna op is, maar dan tot een superrode reus. En die superrode reus die klapt eerst ineen, maar dan wordt het zo heet dat het weer explodeert in een supernova. Nou kun je afvragen van, hey, is hier nou niks meer na de tijd? Dat is wel zo. Ja? Want die witte dwerg hier, die zal langzaam afkoelen. En het duurt een hele tijd. Maar daarna, als hij afgekoeld is, dan zal het een zwarte dwerg worden. Ja, ik heb hem hier wit getekend, omdat je hem anders niet zou zien. He, en in het echt zul je sowieso ook nooit kunnen waarnemen. Want een zwarte dwerg zegt al, nauwelijks tot geen straling. Zo'n supernova, wat gebeurt daarmee? Nou, die zal ook dus op den duur weer samenkomen. En dan wordt het een neutronenster. Een neutronenster is een ontzettend dichte massa. Het heet neutronenster en bestaat ook eigenlijk alleen maar uit neutronen. Eén theelepeltje van zo'n neutronenster heeft de massa gelijk aan heel Nederland. Kun je je voorstellen, één theelepeltje, hetzelfde als heel Nederland. Onvoorstelbaar. Wat misschien nog onvoorstelbaar is, dat een supernova, als het een echt zware ster is geweest, dat die dan kan overgaan niet naar een neutronenster, maar naar een zwart gat. En een zwart gat die is zo zwaar, zo compact, dat de zwaartekracht zo immens groot is, dat zelfs geen licht kan ontsnappen. En als er geen licht ontsnapt, ja, dan zie je ook niks. Vandaar de benaming zwart gat. Oké. Eventjes weer naar ons eigen zon. Want hoe ver staan we ermee? Moeten we ons al zorgen maken dat morgen we een rode reus aan het firmament zien staan? Nou, eerst eventjes de gaswolk. En onze eigen zon, daar zit ongeveer 4,5 miljard jaar tussen. Onze eigen zon heeft dus een leeftijd van 4,5 miljard jaar. En we zitten precies op de helft, want hij kan nog 4,5 miljard jaar mee met de brandstof. Dus dat valt wel mee. Mocht het gebeuren dat er een rode reus ontstaat uit onze eigen zon, over 4,5 miljard dus, hoe groot wordt hij dan ongeveer? Nou, ongeveer dat we nog net buiten bereik van de opzwellende zon zijn. Ja, niet dat het plezierig wonen zal zijn hier, maar we zullen niet opgeslokt worden door zo'n rode reus. Misschien belt het mee, misschien niet. Het is aan jou. De indeling van sterren hebben we dus op massa gedaan. Althans, heel grof, lichte sterren, zware sterren. Je kunt ook kijken naar de temperatuur van een ster en naar de lichtsterkte van een ster. Dat kunnen we in de grafiek uitzetten. Ja, dan doen we temperatuur horizontaal, lichtsterkte zoals je ziet verticaal. Eerst even de temperatuur. Een schaalverdeling maken en je ziet, het is een wat een vreemde schaalverdeling. Het gaat van groot naar klein en ja, een temperatuur van 4,5, 4 en 3,5, dat is ook niet echt ontzettend heet, zeker niet voor een zon. Het is dus iets anders, die temperatuurschaal, die moet je als volgt lezen als een logaritme van de effectieve temperatuur. En wat betekent dat nou? Nou, die 3,5 die daar staat, dat betekent eigenlijk een temperatuur van 10 tot de macht 3,5. Oftewel, op deze plek hier, ja, hier, ja, dat is dus eigenlijk een temperatuur van een dik 3000 Kelvin. Hier, bij de 4,
Hoe groot is daar dan de temperatuur? Nou, dat wordt dan 10 tot de macht 4. Dus 10.000 Kelvin. En hier, bij 4,5, is de temperatuur dan 10 tot de macht 4,5. En dan kom je op 31.000 Kelvin. Je ziet dus, het is niet een normale schaal. Ja, het is niet zo dat ieder stapje evenveel is. Dat is een logaritmische schaal. Oké, dan naar de lichtsterkte. Ook daar een wat aparte schaalverdeling. Ja, je hebt hier de 0. Ja, en dan gaat het zo naar beneden toe, zo omhoog. Ja, en we noemen deze schaal, ja, is ook weer een logaritme. En het is een logaritme van de lichtsterkte van de ster, gedeeld door de lichtsterkte van de zon. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat bij de 0, ja, dat betekent dat alle sterren die hier zitten, die hebben dezelfde lichtsterkte als onze zon. En bijvoorbeeld daar, bij de 2, dan is niet 2 keer de zon, maar is 100 keer de zon. En dat komt weer door de logaritme, 10 tot de macht 2. Ja, dus alle sterren die hier zitten, zijn 100 keer helderder dan de zon. En daarboven en eronder natuurlijk, ja, hieronder eventjes goed even nadenken, van hier staat dan een 100ste keer de zon, want 10 tot de macht min 2 is 100ste. Dus alle sterren die hier zitten, ja, die schijnen 100 keer zo weinig als de zon. En daarboven krijgen we dus 10 tot de macht 4, 10.000 keer de zon. En de zon zelf, ja, als je die hier in moet zetten, nou, die zal dus dan natuurlijk op deze lijn hier moeten zitten. En de temperatuur was ongeveer een 5800 Kelvin. En dan komt die ongeveer daar te staan. Nou, dus onze zon in dit diagram komt daar te staan. En hieromheen zul je dus allemaal andere sterren nog kunnen plaatsen. En doen we nu ook even. Kijk, daar komen ze. Ja, en al deze sterren die hebben dus een plekje. En die worden dus ingedeeld op de lichtsterkte. Ja, als je bijvoorbeeld deze ster hier hebt, die heeft dus een lichtsterkte die 100 keer zo sterk is als de zon. En als je dan naar beneden gaat, dan heeft hij dus een temperatuur van 10 tot de macht 4, dus 10.000 Kelvin. Dat is deze ster die hier staat. Wat kun je hier nog meer uitzien? Oh, trouwens, voordat ik het vergeet, dit diagram, dat wordt het Hertzsprung-Russell diagram genoemd. Dat. Wat kun je nog meer zien? Nou, je ziet hier een reeks, ja, aangeduid met deze lijn. En alle sterren die hier op deze lijn liggen, die hebben een omvang ongeveer gelijk aan die van de zon. Ja, dat noemen we de hoofdreeks. Onze zon is dus onderdeel van de hoofdreeks. Er zitten inderdaad ook heel veel sterren in. Iets hoger, ja, hier heb je de subreuzen. En alle sterren die hierop zitten, die hebben een straal 10 keer die van de zon. En we hebben daartussen hier zitten nog de reuzen, hè, dus de rode reuzen. Dat en de iets minder grote reuzen, maar ze mogen er nog best wezen, de subreuzen. En de echt grote jongens, ja, de superreuzen, die zitten daar helemaal bovenaan. Natuurlijk heb je ook nog de kleinere, de witte dwergen, hè, want die krimpen ontzettend ineen tot een klein sterretje. En die komen dus hier slechts. Ja, die is dus slechts een 100ste van de zon. Ja, en bijvoorbeeld hier Sirius B, dat is dus een van zulke kleine sterren. Wat gebeurt er nu met de zon in zijn levenscyclus? Die zal dus eerst, ja, een rode reus worden. En als hij daar al zijn brandstof heeft opgemaakt, dan zal hij dus afvallen tot een witte dwerg. En na verloop van miljarden jaren zal het dan een zwarte dwerg worden. Al dit alles moet je het onthouden. Je kunt het zelfs nog opzoeken. Binus 33, daar staat het diagram. Zo, eventjes rustig weer kijken naar onze eigen ster, onze eigen zon. En over 4,5 miljard jaar, dan precies het einde. We stoppen ermee. Tot ziens.